Thank you.
wisten we niet, maar dit was de allereerste keer dat Clara dit stuk speelde. En dan was speciaal voor Bob, omdat hij het wel vindt dat hij die Haydn had gemist, willen we nu het laatste deeltje nog even spelen. Voor de kaart. Thank you.
tijd wordt in feite uitgedrukt door de lage en lange E van de cello. En in de muziekliteratuur wordt de E vaak gebruikt voor eeuwigheid. Ook als Mahler wordt in zijn symfonie gebruikt. Het is eeuwig, eeuwig, altijd in E. Er zitten echo-effecten in om ook een ruimte te suggereren, wat ook aan tijd doet denken. Want ruimte en tijd zijn verbonden. Er is een moment van een melodie van 5 noten die we gedrieelijk spelen. Maar u weet allemaal dat als de tijd verstrijkt, ieder zijn eigen herinnering gaat creëren. En dat één gebeurtenis van lang geleden dat je samen beleeft, na jarenlang een heel eigen verhaal wordt. Dat gebeurt met dat 5-notige thema. We spelen het alle 3 op hetzelfde moment, maar dan gaat het vervliegen en dan speelt ieder de noten in zijn eigen timing. Er zit ook een heftig stukje in en wat dat betekent, weet ik niet. Ja.